Ja, geluk is goud waard en zeker ook op de werkvloer. Volgende week wordt de tweede editie van Geluk voor Eindhoven gehouden. En Fontys Hogeschool die gaat op zoek naar het gelukkigste bedrijf van Eindhoven. Waarom is het nou zo belangrijk dat werknemers en bazen met plezier naar hun werk gaan? En hoe maak je ze dan nog gelukkiger? Daar praten we over met Marco van Beels. Hij is hoofdmarketing van Brand Loyalty in Den Bosch. Ja, Marco, we kennen jullie eigenlijk allemaal van die spaaracties in supermarkten. Maar internationaal doen jullie het ook fantastisch. Geef eens een voorbeeld van wat jullie nou allemaal precies doen. Zeer recent, wat nu met messen en bestek. Ja. En vorig jaar met glazen. Maar wij doen maar een heel klein deel van onze omzet zeg maar, in Nederland. En het grootste deel wordt er echt zeg maar, in het buitenland gedaan. En sparen is echt een internationaal fenomeen. Ja, wij denken dat het heel Hollands is. Wij denken dat het heel Hollands is. Ja, dat is het echt niet. Er wordt gespaard zeg maar, in Japan, in China, in Zuid-Amerika, in Zuid-Afrika, in Amerika. Dus het is een. En dat maakt ons ook een heel internationaal bedrijf. Nou, en om al die mensen zeg maar, met die spaaracties heel gelukkig te maken, moet je natuurlijk ook wel zorgen dat je werknemers gelukkig zijn. Wat doet Brand Loyalty nou voor de medewerkers binnen het bedrijf om ze gelukkig te maken? Allereerst, wij proberen toch een soort thuis te creëren. Als je bij ons op kantoor komt, we hebben heel veel faciliteiten. We hebben uitstekende koffie, uitstekende lunch. We hebben, ik denk, een van de mooiste sportfaciliteiten zeg maar, voor een bedrijf in Zuid-Nederland. Dus dat thuisgevoel is daarin heel belangrijk, maar het is ook het gevoel wat je hebt. Maar wat doen jullie nog iets in activiteiten of anders dan anders? We gaan inderdaad zeg maar, 1 keer per 2 jaar gaan we met het hele bedrijf wereldwijd gaan we ergens op locatie gaan we met elkaar samen inderdaad vieren wat we afgelopen jaar gedaan hebben. Dus daar investeren wij inderdaad veel energie in. Ja, nou ja, ik ben een keer bij jou geweest, Bob. Hè. Ik zag daar een basketbalveld, je kunt bij jou pingpongen, je hebt je sportcafé. Wat doe jij allemaal om jouw werknemers gelukkig te houden? Nou, dat is een hele goede vraag. Wat Marco zegt is heel essentieel. Het gaat uiteindelijk om cultuur. Want ik denk dat er ook heel veel dingen zijn die kun je niet regisseren. Ja. Dat zit hem ook in het gevoel tussen mensen en de afspraken, al dan niet inderdaad omschreven, die je op voorhand maakt. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met de verantwoordelijkheid die je mensen geeft. Ik denk dat wij als bureau bijvoorbeeld al heel snel mensen ruimte geven om hun eigen ding te doen, verantwoordelijkheid te nemen, zich te ontwikkelen. En ik denk dat de combinatie van dat soort zaken maakt dat mensen lekker in hun vel zitten. Oké, we gaan even naar een voorbeeld kijken. SAP is daar mooi van. Zij zorgen ervoor dat werknemers op een bijzondere manier voldoende beweging krijgen. Wij vinden het bij SAP Nederland heel belangrijk om onze werknemers gezond te houden. En we proberen dat ook zo te doen door allerlei activiteiten binnen SAP en daarbuiten te organiseren. We hebben bijvoorbeeld jaarlijks een week van de gezondheid, waarin we een hele week lang allerlei manieren, de breedste zin van het woord, aandacht besteden aan gezondheid en welzijn. Kun je denken aan sportieve activiteiten, maar ook aan allerlei workshops met betrekking tot stress of stress reduceren. En daarnaast hebben we het jaar door een heel activiteitsprogramma op het gebied van sport en mentale gezondheid. Nou, we hebben onder andere sinds vorig jaar een programma wat gebaseerd is op lifestyle. Dan werken we met een tracker of een wearable. En ik heb hem hier aan. Dus dit apparaat registreert eigenlijk mijn dagelijkse gang van zaken. En dat kan ik dan daarna weer aflezen of op mijn smartphone of via mijn laptop of pc. Meet onder andere mijn stappen, maar ook zeg maar, de tijd dat ik zit en dat ik sta. Elk half uur dat ik langer blijf zitten, wordt geregistreerd. En de bedoeling is eigenlijk dat ik niet langer dan 4 uur per dag stil zit. Daarnaast registreert hij mijn hartslag, maar ook mijn running steps, mijn calorieverbruik. Mijn slaapritme kan ik meten. Individueel, maar ook in groepsverband kun je elkaar challengen. Het belangrijkste van het lifestyle-programma is dat je je bewust wordt van je dagelijkse gang van zaken. En dat je daar heel langzaamaan met kleine stappen, of de stappen die je zelf wil nemen, verbeteringen aanbrengt. Dus een stukje bewustzijn creëren. Nou, Bob, dit is wel iets voor jouw bedrijf, toch? Nou, ik twijfel hier een beetje aan. Als ik zie slaapritme meten en zo, dan denk ik bij mezelf, jongens, je bent wel een bedrijf. Hè? En het is natuurlijk ook weer niet zo dat wanneer je ergens een home trainer neerzet, dat mensen zich dan meteen thuis voelen. Ik geloof wel dat je medewerkers moet en kunt faciliteren. Maar het zit hem toch ook voor mijn gevoel in andere dingen. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Marco. Ja, het is denk ik wel wat je. Kijk, je kunt er een sportfaciliteit creëren, maar de vraag natuurlijk is er van. Help je mensen daar ook bij? Hè? Wij hebben eigen instructeurs die inderdaad ook diverse programma's begeleiden. Dus het is inderdaad niet alleen maar wat toestellingen neerzetten, maar het is inderdaad ook het hele beleid en de mensen eromheen. En ook laten zien dat je de sport een warm hart... Maar doen jullie dat beter dan een gemiddeld bedrijf ergens anders in Brabant of Nederland?
Ja, dan moet je natuurlijk een beetje uitkijken wat je gaat zeggen. Maar ja, ik denk oprecht dat wij dat... maar ik denk dat wij ook mensen, zeg maar... Ik denk dat het onderdeel van onze cultuur is. Dus... Maar waar zie je dat in terug dan? Nou, als je kijkt naar hoeveel mensen bij ons bijvoorbeeld meedoen aan de vestingloop. En dan praat je over meer dan de helft van de mensen bij ons kantoor in Den Bosch doen mee aan zo'n activiteit. Dus je krijgt er betrokkenheid voor terug? Ja. Het vieren van succes. Het wordt wel eens onderschat. In 9 van de 10 bedrijven weten mensen eigenlijk totaal niet wat ze aan het doen zijn. Ja, ze weten wel wat ze doen, maar ze weten niet wat dat bijdraagt aan het eindresultaat. Ja. Terwijl op het moment dat je als leiding van een bedrijf continu laat voelen van... goh jongens, we zitten op koers, we hebben dit resultaat behaald, we hebben succes geboekt. En je viert dat middels een groot feest. En je kunt het vieren. Ja, je kunt het vieren. En je kunt het vieren met elkaar. Dat is minstens zo belangrijk. Dan moet je doen. Ja. Dat is de beste tip voor vandaag. Ja, mocht je nu mee willen doen aan het onderzoek Het Gelukkigste Bedrijf van Eindhoven, kijk dan even op de site www.gelukkigwerkenineindhoven.nl.